Paragraaf 2.7 gaat. Ja, inderdaad. Dat is daar fout. Gaat over verschillen tussen Amerika en Mexico. En dan richten ze zich met name op de verschillen tussen arm en rijk. En als er verschillen zijn tussen arm en rijk in een bepaald gebied, kan dat ervoor zorgen dat je migratiestromen krijgt. Nou, die migratiestromen die staan centraal in de laatste drie paragrafen. En ik wil met jullie, eerst kijken naar het verband tussen de beroepsbevolking en welvaart. Waarom is er een verschil tussen beroepsbevolking en welvaart? De oorzaken voor demografische verschillen, dus waarom worden in een bepaalde plaats mensen ouder en op andere plaats mensen juist niet ouder. Verschillen tussen culturele diversiteit. En we kijken naar de verschillen tussen de Verenigde Staten en Mexico aan zich. En waarom dat dan dus zorgt voor migratie. Maar we beginnen eens met die welvaart. Een van de belangrijkste punten is, en dit staat dus ook gewoon in de atlas. Dus stel je voor dat je een vraag moet beantwoorden over koopkracht of over bruto binnenlands product. En je hebt er geen bron bij, check dan de atlas. Want de gegevens daarvan zijn op de kaart te vinden. Wat je hier ziet is twee verschillen. Koopkracht, Verenigde Staten, koopkracht, Mexico. Je ziet al het verschil, het relatieve inkomen bruto binnenlands product in de Verenigde Staten is veel hoger per jaar. Dan, ja, per hoofd van de bevolking per jaar. Okay. Is veel hoger in de Verenigde Staten dan in Mexico. Dus dit zorgt ervoor dat mensen Amerika, de Verenigde Staten, aantrekkelijker vinden om te gaan werken. Daarnaast is de opbouw van de beroepsbevolking heel anders. Denk heel even aan zo'n cirkeldiagram waarin je de primaire, secundaire en tertiaire sector kunt zien. De landbouwsector, ofwel de primaire sector in Amerika, is heel klein, maar 1% van de totale bevolking. Terwijl in Mexico die 18% is. Dus je kunt op dit moment al iets zeggen over de mate van ontwikkelingsverschillen. De dienstensector, 79% tegenover 58%. De secundaire, dus in die industriële sector die ontbreekt, is nu even niet van belang, want daar komen we zo meteen nog op terug. Maar dat is het overgebleven percentage. Maar je ziet dus dat de verhoudingen heel anders zijn. Hè, het aandeel industrie en het aandeel landbouw is veel groter dan dat je dat zou kunnen voorstellen in de Verenigde Staten. Plus het feit dat je in Mexico ook nog een hele grote informele sector hebt. Weten jullie nog wat dat is, de informele sector? Ja, zwartwerkers, precies. Hè, dus dat zijn de mensen die geen belasting betalen over het inkomen dat ze verdienen, bijvoorbeeld op straat als schoenpoetser of straatverkoper, dat soort zaken. En de foto hierbij is ook heel erg belangrijk. Welke kant op dit plaatje is de Verenigde Staten en welke kant is Mexico? Waarschijnlijk is de stad Amerika. Wat zeg je? Toch? Maar wat zie je op de foto? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je goed kijkt wat je ziet. Je ziet stedelijk gebied. Precies het midden. Huh? Dat is de grens, toch? Ja. Wat zie je aan de linkerkant van de foto? Ja, maar de landbouw. Ja, maar er is nog iets anders zichtbaar. Die grijze tunnels. Wat is dit? Dit. Wil je dat alsjeblieft verwoorden? Weet iemand wat dat is? Dat is de muur. Exact, dat is de grensmuur tussen de Verenigde Staten en Mexico. En op wiens grondgebied zou die muur staan? Precies. Die grensmuur is gebouwd onder Donald Trump om te voorkomen dat de illegale migranten vanuit Mexico de grens overstaken. Dus als je zo'n foto zou krijgen, kun je kijken naar van, dit is geen Photoshop, dit is echt werkelijk zo, dit is een echte foto. Dat is het gebied aan de Amerikaanse kant voorzien is van die muur. Die muur, daar kun je aan herkennen aan welke zijde van de grens je zit. Nou, en waarom hebben ze die grensmuur dus aangelegd? Puur en alleen om migratie tegen te gaan. Zou je gewoon daar bootje langs kunnen pakken en dan ga je gewoon het strand en doen alsof je daar al is? Er zijn gewapende patrouilles. Ja. Een belangrijk ding ten aanzien van die koopkrachtverdeling, dus in welke sector de mensen meestal wonen, check altijd het aandeel landbouw. Hoe groter het aandeel landbouw, hoe armer het land is. Dat geldt voor alle landen. Wat heeft Nederland? Nederland heeft volgens mij 5% landbouw. Oh shit. Maar dat weet ik niet zeker, dat zou ik moeten checken. Maar onthoud dit dus, want hieraan kun je dit zien. Maar er zijn natuurlijk oorzaken.
voor verschillen in de bevolking. En die kunnen heel nauw samenhangen met de mate waarop een land zich heeft ontwikkeld. Als ik zeg demografisch transitiemodel. Als ik zeg demografisch transitiemodel. Welk van de twee landen is centrum en welk van de twee landen is semi-periferie? Volgens mij was de vraag, sorry. Verband tussen de wereld. Welk van Mexico, centrum of semi-periferie? Centrum. Centrum is op de. Dan de Verenigde Staten. Yes, sir. Ja, toch? Exact. Mexico is semi-periferie. En dat kun je zien aan het feit dat er dus relatief veel mensen werkzaam zijn in de landbouw en in de industrie sector. Dat kun je zien. En dat zie je ook aan het feit dat we te maken hebben met die informele sector. Is er geen informele sector of een kleine informele sector, dan is het eigenlijk altijd een centrumland. Want ga een keer naar een willekeurige grote stad in Nederland en kijk of je daar... veel mensen op straat dingen ziet verkopen? Nee. Dus de kans dat je hier een grote informele sector hebt, is klein. Je kan eigenlijk van koopkracht kijken, ga ik niet zien welk land arm is. De koopkracht zelf, in combinatie met je bruto binnenlands product, daarin kun je het wel zien. Maar je weet alleen dat 9500 euro ja, per jaar. Ja, precies. Maar stel voor de koopkracht naar Mexico per euro is veel groter dan ja, en dat is dus van belang. Dat je dus wel, dat je wel een eerlijke verhouding gebruikt. En dit is een eerlijke verhouding. Daarom is hetzelfde bedrag genomen. Maar het is natuurlijk wel waar dat producten in Mexico waarschijnlijk goedkoper zijn dan in Amerika. Waardoor dus de verhouding verschilt. Daar heb je gelijk in. Dan moet je toch juist kijken naar koopkracht. Dus dan stopt het gewoon. Ja, precies. Maar daarom gebruik je dus koopkracht. Ja, ja, ja. In dit geval... kun je ook nog iets zien aan de mate van ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld, hoe zit het gebied in elkaar? Denk dan aan bijvoorbeeld de populatiedichtheid. Hoeveel mensen wonen er per vierkante kilometer? En op deze kaart zie je het aantal mensen per vierkante kilometer. En hoe roder het gebied, hoe meer mensen er wonen. En wat valt je nou op als je naar deze kaart kijkt? Als je het hebt over die bevolkingsdichtheid, wat valt er op? Er is iets opmerkelijks te zien. Ja. Langs de grens van Mexico zijn er veel minder mensen. Ja, relatief weinig mensen langs die grens. Maar wat zie je nog meer? Bij de kust en niet in de binnenstad. Huh? Maar waar? Zit er tussen Arizona, Texas en New Mexico? Dat is gek. Dat wil ik niet verhalen. Wel hoor. Dus Mexico is er gewoon midden in Amerika? Nee, New Mexico is gewoon een Amerikaanse staat. Echt? Ja. Gesticht door Mexicanen die in de 17e of 18e eeuw de grens overgestoken zijn. Het is een van de laatste staten die gevormd is. Wat ik eigenlijk bedoelde was dat als je gaat kijken naar het aantal mensen dat woont in een bepaald gebied, opvallend is dat de bevolkingsdichtheid in Mexico relatief laag is, met uitzondering van... Dit rode gebied hier. En ja, daar ligt een stad in. Maar wat ligt daar voor? Wat zou daar nog meer zijn? Het is Amerikaan. Nee, helaas. Wat zou daar liggen? Ja, dat is gewoon alweer waar. Laat ik het anders zeggen. Welk gedeelte van het land is vaak het rijkste? Sorry? Ja, stedelijk gebied. Maar wat voor stedelijk gebied? Wat zou daar in dat gebied ook nog liggen wat hier niet staat? Mexico City, de hoofdstad. Niet liegen. En dat is een ontwikkeling. Maar je ziet wel dat langs die grens, over het algemeen, de bevolkingsdichtheid aan het toenemen is. En dat heeft alles te maken met werkgelegenheid. De economische ontwikkeling zorgt voor de trek van mensen. Niet voor niets dat wij in Nederland, ten tijde van de uitbreiding van de Europese Unie, te maken kregen met heel veel arbeidsmigranten uit Oost-Europa. He, die gingen voor het feit dat de economische ontwikkeling hier hoger was naar ons land toe om hier te komen werken. En stuurden dat geld terug, he, met geldzendingen, naar hun eigen land. Waardoor de mensen daar veel rijker werden. Plus dat het leidt tot migratie. En dat zie je aan dit kaartje. He. Je ziet hier heel mooi de toename van de hoeveelheid mensen langs die grens. En dat is natuurlijk een van de belangrijkste zaken. Wat valt je nou nog meer op als je kijkt naar die grens? Ja, dat weet ik. Hij probeert hem te openen, maar hij komt niet binnen. Oh,
uur weet jij dat wij vanuit de online methode, e-book, op een of andere manier een PDF kunnen draaien? Nee. Dat is gewoon slecht. Nee, ik heb wel een pauze. Lijkt me aan. Goed, next. Goed, dit was even een kleine interruptie van een collega. Stel je voor, je woont langs die grens. Wat zou je dan doen? Proberen naar Amerika te gaan. Precies, proberen naar Amerika te gaan. Of je kiest ervoor naar inderdaad een economisch welvarend gebied te gaan. En dat is wat er gebeurt in de dubbelsteden die je hier ziet. En ik ga daarvoor even inzoomen op de kaart. Je ziet hier verschillende steden precies aan de grens liggen. En die steden aan de grens, gaat goed? Je mag ook daar zitten hoor. Laat maar. Die steden, dat noem je dubbelsteden. Dat wil zeggen dat het eigenlijk twee steden zijn die aan elkaar vastgegroeid zijn als gevolg van internationale handel. Dus mensen zijn gaan handelen over de grens heen. En het is zo, als Mexicanen een werkvergunning hebben, dan mogen ze die grens ook over. Dan zijn ze niet illegaal, dan zijn ze keurig netjes ingeschreven. En dat zorgt er natuurlijk voor dat er handel ontstaat tussen de Verenigde Staten en Mexico. En dat levert weer geld op voor beide kanten. Dus dat is positief. Plus het feit dat die Mexicanen niet voor niets naar Amerika gaan. Ja, ze doen het voor het geld, maar er is nog een andere reden. Wat zou er in Amerika zijn? Waarom? Werk, kansen. Werkgelegenheid en kansen. Ja, vrijheid niet helemaal. Want... Exact, die kansen, dat valt tegen. Maar met name, het gaat natuurlijk over het feit dat er werkgelegenheid is. A, het betaalt beter, natuurlijk. Maar als je geen werk is, ja, dan heb je ook niets. Dus van... Exact, dus er is een verband tussen waarom mensen verhuizen en waarom ze specifiek kiezen voor dit gebied. Maar het is niet alleen hier, mensen vanuit Zuid-Mexico trekken ook naar bijvoorbeeld zo'n staat als Chihuahua, waar überhaupt het geld al meer waard is. Kijk, daar hebben we de foto nog een keer. Ik heb hem nu even niet uitgeknipt, waardoor je nog veel beter kunt zien wat het verschil is. Links zit de fabriek. Ja, links zit de fabriek. Wat zeg je? Stel dat je zo'n bron krijgt en je moet er iets over zeggen, is dat heel goed om te kijken naar reclameborden. Het is hier niet zo goed te zien, maar er staat hier een naam, bijvoorbeeld Genaro Lopez. Dat is al een typisch Mexicaanse naam. Daaraan zou je kunnen afleiden dat we hier te maken hebben met het Mexicaanse gedeelte. Hoe is rechts Mexico? Ja, rechts is Mexico. Hij dacht dat het Albanië was. Ik dacht dat rechts Amerika was eigenlijk. Nee, rechts is Mexico. Links is Amerika. Want die muur, die grensmuur, die ligt op natuurlijk Amerikaanse terrein. Maar zijn die Mexico president en president van Amerika goed met elkaar? Nu weer beter, in de tijd van Trump niet. Trump is gewoon heel simpel en ik ga nu heel plat zeggen. Trump is gewoon een nationalist die niks moet hebben van buitenlanders. Geertje. Dan had hij ook vanwege de dingen verhogen. Ja, en hij heeft gezegd, die muur moet er komen, want we moeten die Mexicanen er niet hebben. Hij heeft allemaal mensen teruggestuurd, ook kinderen in hun eentje teruggestuurd. Er is van alles gebeurd. Dat is niet goed, laten we het maar zo zeggen. Maar goed, dat is mijn mening. Het is natuurlijk wel zo dat de verschillende culturen elkaar beïnvloeden. Hè? Als mensen vanuit Mexico trekken naar Amerika en omgekeerd nemen ze elkaars cultuurkenmerken over. Toch zijn de verschillen heel erg groot. Want de Verenigde Staten hoort tot het Westers cultuurgebied, terwijl Mexico tot het Latijns-Amerikaans cultuurgebied behoort. De taal verschilt, Engels en Spaans, godsdienst, protestants en katholiek. Maar die grensregio's die mixen heel erg. En je kunt het je bijna niet voorstellen, maar een staat als Californië, Californië, ik wijs hem heel even aan. Oh my god. Die kent zo ontzettend veel inwoners die oorspronkelijk gekomen zijn vanuit Mexico. Dat het aandeel Mexicanen of mensen met Mexicaanse roots al meer is dan het aantal mensen met Europese achtergrond, om het maar voorzichtig te zeggen. Maar hoe kun je nou aan deze foto zien dat we hier te maken hebben met een gemengde cultuur? Wat zie je hier? Dit is een Mexicaanse restaurant in Amerika. Moet je nog even één keer herhalen? Dat is een Mexicaanse restaurant in Amerika. Ja.
Precies. Het zit precies bij de grens dit. Waardoor ze dus in de typisch Mexicaanse producten verkopen in een Amerikaans restaurant. Maar we hadden het helemaal in het begin over de bevolkingsopbouw. Zou die dan ook verschillen in die grensregio? Bevolkingspyramides. Stel je voor dat ik een bevolkingspyramide zou tekenen van Mexico. Denken jullie dat die een brede of een smalle onderkant heeft? Brede. Want? Worden daar geboren of zo, dat ze kunnen zorgen voor de ouders. Ja. En als je het zou hebben over, over de Amerikaanse piramide, hoe zou die er dan uitzien? Iets minder. Ik denk... Zo. Ja, nou. Dat klopt heel goed. We krijgen hier namelijk naar de bevolkingspyramides en de sectoren. Ik heb nu ook de sectoren, nu niet in percentage, maar wel even uitgewerkt neergezet. En daar zie je eigenlijk heel mooi de verschillen. Die groene cirkel, dat is de dienstensector, de tertiaire sector. En die is veel groter in Amerika. Een heel klein stukje industrie nog, terwijl het aandeel dus duidelijk verschilt. Wat is primair? Primair is landbouw. En welke fase? We hebben nu net de bevolkingspyramides gehad. Denk heel even aan de fases 1 tot en met 5. Amerika. In welke fase zou Amerika dan zitten in het demografisch transitiemodel als je uitgaat, puur en alleen, van die bevolkingspyramide? Ja, fase 4. En Mexico? Ja, die is lastig hoor. Die zit een beetje op de grens tussen 2 en 3. Want 2, dan zouden er nog meer kinderen zijn. Dat zit een beetje op de grens. Wat je dus ziet, is dat de bevolkingsontwikkeling onderdeel is van de mate van ontwikkeling van zo'n land. Dus economische ontwikkeling. En waarschijnlijk zal in de toekomst die onderkant van die Mexicaanse piramide ook smaller worden. Net als in Amerika. Waardoor op den duur je een vergelijkbaar systeem krijgt. Maar dan zal Amerika richting fase 5 gaan. Waardoor die hele piramide smaller begint te worden. Vergrijzing is in Amerika nu nog geen probleem. Ja, exact. De migranten, de Latino's, die zorgen ervoor dat er relatief veel mensen blijven komen die in de werkzame leeftijd vallen. Dus in die rode groep hier. En die zijn essentieel voor de economische ontwikkeling. Dus zolang die er zijn, zal het zich blijven ontwikkelen. Ja, precies. Nederland heeft op dit moment bevolkingskrimp als we geen migratie zouden hebben. Ga dan niet over kakkerlakken lopen hebben. Kom op. Oh, meneer! Nee, goed, dat was hem. Het is niet zo'n lange paragraaf dit. En sowieso, deze paragrafen zijn niet heel uitgebreid. Maar ze zijn wel belangrijk, want dit is echt een examenonderdeel. En een toetsonderdeel.